Yo, kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe informatievideo. Goed jongens, het is vandaag weer een tijd voor de informatievideo. Het is 4 maart en dat betekent dat we een informatievideo goed. Wat hebben we de komende tijd te doen van maandag tot en met vrijdag? Maandag om 4:30 komt er een gloednieuwe serie. Ja, je denkt van wat weer een serie. Ja, dat is de vervanging van Rollercoaster Tycoon World. Want Rollercoaster Tycoon World doet het niet. Hij is een beetje kapot. Doet het niet. En daardoor komt in plaats van komt gewoon Zoo Tycoon. Wat is dat? Nou, ik zal jullie vertellen wat het is. Het is ook een soort van pretpark. Maar dan. Ja, je hoort wel het woord zoo. Is dus een dierenpretpark. Ik heb hier, dat is het CD van de Zoo Tycoon. Het is weer op de Xbox 360. Okay, ik zal even de titel omschrijven. Bouw en beheer jouw perfecte dieren en kom heel dicht bij je lievelingsdier. De zeer populaire reeks Zoo Tycoon is geheel vernieuwd met nog meer spanning, uitdaging en plezier bij het bouwen van je ultieme dierentuin. Je kunt kiezen uit heel veel dieren en zeer gedetailleerde omgevingen. Bouw de dierentuin van je dromen met de intuïtieve krachtige besturing die is ontworpen voor Zoo Tycoon fans van alle leeftijd. Oké. Zeg ik wat tof. Ik zie dat die wel heel vet is. Ik heb die al een behoorlijke tijd niks mee gedaan. Dat vind ik echt wel een beetje zonde. Als je een spel koopt en ja, je doet er niks mee. Moet je wel iets mee doen. Dus daar gaan we op doen. Dan komt er gewoon om 6:30 goed Minecraft Survive. En dan komt Forza Motorsport 4. Dat moet 4 zijn. Oké, en ik kom op dinsdag, kom om 4:30, kom Zoo Tycoon, en dan komt daar Minecraft, en dan op woensdag Zoo Tycoon aan de late kant, dat snappen jullie wel. 18:30 Minecraft, donderdag is hetzelfde nabeschrijving van de maandag, hoef ik jullie niet uit te. Vrijdag 4:30 Zoo Tycoon, 5:30 Minecraft, en op die vrijdag is nog die challenge, de laatste challenge volgende week vrijdag, en dan komt daar ook Forza Motorsport, ja. De informatie over staat. De eerste op 4 februari is er geweest. De tweede op 4 maart, dat is er vandaag. De derde, ja, dit is geen grap jongens. Het is op 1 april. Ja, dit is gewoon op 1 april. Kan er ook niks aan doen. Dan weten jullie dat. Goed, ja, dit zijn zelf aflevering 8. 2 doen maken en 1 helft. Dat is gebeurd. Deze moet ik nog gaan doen en deze ook. WK 2018 kwalificatie. Ja, het Nederlands elftal gaat natuurlijk weer voetbal. En dat willen wij natuurlijk ook het gaan voorspellen. WK 2018. De volgende is Bulgarije tegen Nederland. Die is op 25 maart. Is die online en wordt opgenomen op 23 maart. En 23 maart, op welke dag valt dat? Dat valt op een donderdag. Oei. Dan moeten we iets, ja, gaan verschuiven. Maar wat, dat weet ik nog niet, maar zien we. Een oefenpot. Ja, Nederland gaat weer oefenwedstrijden doen. Dat hoor je best wel. En, dus ja, en ja, op 28 maart. Een hele moeilijke, namelijk Nederland tegen Italië. Oeh, een moeilijke. Wordt opgenomen op 26 maart. En op welke datum valt dat? Ah, valt op zondag, dus gewoon normaal. Oké. 10 maart. Ja. Sommige mensen weten wat er op 10 maart is. Waarom staat het 10 maart 2016? Dat moet niet, het is niet 2016. Op 10 maart 2016 is deze kanaal opgericht. Jawel. Dus om jongens, 10 maart 2017, dan bestaan wij precies 1 jaar. Ga eens maar naar mijn video, kijk maar naar mijn oudste video, dan zie je dat die geüpload is op 10 maart 2016. Dus het is bijna zover, bijna een heel jaar. En natuurlijk gaan we ook, ja, een soort van jubileum van maken. Moet je wel iets speciaals doen. En ja, zo gezien het al. We gaan proberen gewoon 1 uur
Minecraft Survival opname, dus letterlijk 1 uur Minecraft. Zo denk ik, wow, dat lijkt echt hartstikke veel. Ja, voor jullie lijkt het heel veel, maar voor mij is het zo die uurtje voorbij gaat. Dat is zo. En er komt ook nog iets. En achter de schermen. Waarom staat de scherma? Moet share. En dan ga ik denken hoe ik echt ga ervoor uitwerken. Dan ga ik jullie een beetje. Dan ga ik ook een beetje werk. En zo, ja, jullie maar, dat hoort er een beetje bij. Het is ook de eerste keer dat ik achter de scherm met jullie doe. Goed, dan weten we. Ze worden opgenomen. Op 11 maart, dan worden ze online gezet. Dus op 11 maart. Hoe laat, dat weet ik niet. Is op die zaterdag, want 10 maart valt op een vrijdag. En dan is eigenlijk gewoon voor ons een normale dag. Dus. Oh ja. Dit moet ik ook jullie nog wat vertellen. Er komen weer intro's en thumbnails erbij. Misschien komt er ook wel een eindintro. Van, joh, weet je wat, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En dat gedoe en dan dit. Dat vertel ik altijd in de video bij. Maar ja, natuurlijk kan het bijvoorbeeld zijn. Vergeet je een like te doen op deze video. En bedankt. Mazzel bijvoorbeeld, zoiets. Dat kan hè. Dat weet ik nog niet. De intro's, maar weet ik niet. Een intro, maar weet ik niet zeker. En zo is het eigenlijk officieel voorbij. Onze opnameschema. Dus, dat is heel wat. We hebben dus veel, gedaan. Toch veel, maar, we kunnen we lekker komende maand vooruit gaan. De Zoetycoon. Ja, die game die zouden we goed gaan doen, want ja. Is een Xbox. Of dat zijn mijn Xbox kapot moet gaan, maar dat gaan we er vanaf niet meer. Dus dat betekent dat we echt letterlijk volledig op Xbox gaan. We hebben geen PC games meer, alleen volledig op de Xbox 360. Oh wacht, dit ben ik wel helemaal vergeten. Moet eigenlijk wel inkomen. Wacht even. Na de zomer. Stop. Wordt alles omgelegd. En dan. Dan gaan we de overstap doen op de Xbox One. Tenzij dat er weer een nieuwe Xbox moet aankomen, bijvoorbeeld Xbox Toy, Xbox One, Xbox One, of zo, Xbox One. Dan heb je Xbox 360 en dan heb je bijvoorbeeld dan Xbox 560. Zeg maar wel, 260. Dus dan gaan we alles na de zomerstop. Dat betekent eigenlijk dat vrij lange zomerstop, want in eind september komt ook namelijk de nieuwe FIFA 18 uit. En die wil ik, ja, er toch nog een beetje bij hebben. Met de Xbox One, dan koop ik die tegelijk. Ja, dan heb je tenminste iets. Dus het kan zijn dat een lange zomerstop wordt. Maar goed, dan kunnen we wel zeggen dat we later beginnen met de zomerstop. Dat kunnen we tenzij ook wel zijn. Dus dan weten jullie. Jullie zijn daarvoor op de hoogte. Na de zomerstop. Dan weet je. Dat staat gewoon vast. Dus dat kleur. Ik wil ook wel even. Kijk wat ik kan. Lettertype. Op maar. Oh, kut. Wat heb ik nu gedaan? Ja. Oké. Okay. Oké, goed. Ja. Zo is het prima. Ik ga het hier belaten. Ik hoop dat jullie dit tof video. We zijn alweer bijna 10 minuten bezig. Mooie. Mooie info video. Jullie zijn weer allemaal op de hoogte. Ik weet weer. Jullie weten dat 10 maart. 11 maart komt er dus een uur Minecraft server. Dat lijkt veel. Maar het is het niet. Het is gewoon speciaal. En als je die niet kijkt. En je gaat dan weer
naar de aflevering, ja, vrijdag gekeken. En je kijkt niet naar de uur en je gaat naar de aflevering van maandag. Dan zie je dat ik al wat van alles heb gebouwd. Dus ja, dat is eigenlijk vervolg. Van vrijdag komt er dan nog een extra Minecraft Survival van een uur. Ja, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat je het toffe af, toffe informatie vindt. Dan ga ik het hier belaten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En ja, tot 1 april de volgende informatie video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het... Oh ja, vandaag komt ook de revanche van de challenge van afgelopen gisteren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En ik wens je nog een prettige komende video's, games die je de komende week kunt zien. Mazzel!